Ik ben Danny, ik ben een van de gelukkige winnaars van de Kerstwens 2016, waardoor wij dankzij de tussenkomst van Eneco bijenkasten kunnen installeren in het zorgcentrum in Merelbeke via de Tweede Heide. En ook daar heeft Eneco allemaal betaald. Het is al een tijdje de bedoeling om bijen te plaatsen hier op deze zorgsite, maar de installatie van de bijenkasten vraagt toch wel een degelijke investering. En toen ik de Kerstwens zag, dan heb ik mijn kans gewacht en is het ook uitgekomen. Eitjes, geen volk. Uit alle kerstwensen die we hebben binnengekregen, hebben wij gaan kijken naar de meest duurzame en de meest originele kerstwensen. En ja, die van jullie sprong er direct uit, want natuurlijk bijen, hè, dat draagt heel goed bij aan de biodiversiteit en dat is ook iets dat Eneco volledig ondersteunt. Toeval wou dat we eigenlijk nog een andere wens ook hadden binnengekregen die met bijen te maken had. Dat was de wens van Daan, die dat heel graag gewoon wou leren hoe dat allemaal in zijn werk gaat en eigenlijk ook imker wou worden. En daarom leek het ons ook interessant om die erbij te betrekken. En hebben wij hem ook vandaag uitgenodigd om hier mee les te volgen eigenlijk. Mijn droom is een beetje in vervulling gegaan. Ik zou graag een beetje met bijen bezig zijn. Ik zou graag ook imkercursus doen. Dat ga ik al doen in september. Ik ben blij dat ik naar hier mag komen, dat ik veel uitleg heb gekregen van Danny. En mijn vriendin, Sien, die heeft achter mijn rug heel geniepig een beetje ervoor gezorgd dat dankzij Eneco dat wij hier in het prachtige Merelbeke zijn mogen komen drie bijkasten installeren. Dat heb ik toch mogen doen. Dat was de eerste keer voor mij. Schitterend. Dat is goed. Dat is goed. Om bijen te hebben, het is altijd leuk natuurlijk. Hè. Dat is iets heel speciaals. Het is niet zo gelijk een hond of een kat. Het is ook leuk voor de natuur en goed voor de natuur, voor die biodiversiteit. En dus ook voor de bevruchting en de bestuiving en van alles eigenlijk dat erbij komt kijken. En door daar mij een beetje meer in te verdiepen, heb ik ook wel gemerkt van met de bijen gaat het niet zo goed. En er hangt redelijk veel van af. Als je ziet dat... Ik heb mij laten vertellen dat iets van een 80% van alle gewassen afhangt van de bestuiving van de bij. Vind ik dat een beetje mijn morele plicht om mij daar ook een beetje mee bezig te houden. Om mee te helpen om die populatie in stand te houden eigenlijk.